Yo Nintendo fans! Vandaag is de dag dat we onze eerste badge gaan halen in Pokémon Scarlet in dit stadje. We moeten de Bug-type gym gaan doen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik mijn Quaxly nog evolueren. En als je ook benieuwd bent naar de evolutie van Quaxly, doe duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan als je geen enkele video wil missen. Ik ben zo benieuwd hoe een geëvolueerde Quaxly eruit ziet. Nog een paar Smoliviërs verslaan. Hoppakee, level 16. En daar gaan we jongen. Quaxly de baas met zijn blauwe voetjes en skuif. Ik ben heel benieuwd. Quaxly vind ik wel heel cool eruit zien. Wat gaat het worden? Hoe zie jij er nu uit? Het wordt een... Wow, oké. Wow. Een kip met een helm? Quaxwell? Waar zijn je schattige blauwe voetjes gebleven? Ze zijn geel geworden. Waar zijn je leuke blauwe voetjes gebleven? Ze zijn geel geworden. Oké. Ik vond Quaxly toffer. Nou, dan gaan we maar naar de gym. En mijn vraag van vandaag aan jou is, welke gym heb jij als eerst gedaan? Of ben je bijvoorbeeld eerst naar Team Star pad gegaan? Of heb je eerst een Titan Quest gedaan? Laat het weten in de reacties. Dit is dus mijn eerste badge die ik hopelijk ga halen. Hey, daar is Nemona ook. Die staat op ons te wachten. Die zegt, oh, hey, Rickachu. Ben je naar deze gym gekomen? Dat kan maar één ding betekenen. Jij wil wat gym badges verdienen en het opnemen tegen de Pokémon League. Ja, daar was ik in de vorige video al. Ik had daar nog niks te zoeken. Maar inderdaad, dat is het plan. Ze wist het. Ze is zo blij dat ze om hulp heeft gevraagd aan mij. Maar voordat je kan vechten tegen de gymleader, moet je nog een bepaalde challenge gaan doen. De gymtest. Elke gymtest is anders. En je moet even naar dat meneertje lopen en dan vertelt hij je wel wat je moet doen. Oké, is goed. Komt goed. Hallo meneertje. Welkom in de Cortondo Gym. Jouw naam is Rickachu, toch? Ja, klopt man. Mooi zo. Nou, als je Katie wil uitdagen, dan moet je dus eerst de gymtest gaan doen. En hier in de Cortondo Gym betekent dat de olijvenrol. De productie van olijven is namelijk een groot deel van het leven hier in Cortondo. We houden het olijvenoogstfestival al jaren. En om de gymtest te halen moet je een olijfachtige bal in het doel zien te krijgen. Oké, is cool. Waar moeten we naartoe dan? Ziet er wel gezellig uit joh hier. Gezellig kraampie. Gaan even boven kijken. Hallo. Oh, ik moet hier naar links, zie ik. Kan ik hier vanaf springen met Koraiden? Ja. Nice. Nee, lukt niet. Ah! Ja. Oké, we moeten daar naartoe. Dat is het doel, denk ik. Gaan we gewoon voetballen met olijven? Kijk, hier staat iemand. Jij gaat het mij vast uitleggen. Welkom bij het olijfrolveld. Deze gymtest gaat om uithoudingsvermogen. Met al je kracht moet je tegen een hele grote olijf aanduwen. En het parcours afleggen tot het einde. Oké, is cool. Laten we beginnen. Oké, dit is het parcours. We moeten dus helemaal naar links. 3, 2, 1. Alright. Kan ik hier gewoon, Koraiden gebruiken? En dan kan ik dit gewoon overslaan zo. Oh, ja. Ja, soort van wel. Nice, ik ga gewoon hier rechtdoor. Zo, hoppakee. Ben ik nou weer aan het cheaten, jongens? Ik ben aan het cheaten, hè? Volgens mij ben ik weer aan het cheaten. Oké, let's go. We gaan hier naartoe. Zo, ja. Easy, easy, easy. Record, is dit een record? Oh, hij zit er nog niet in. Hij zit er nog niet in. Nu wel. Zo snel. Lekker. De olijfjes zijn trots op me zo te zien. Oh, we hebben het al gehaald. Oh, dit was het ook gewoon. Dit ene parcoursje. Wow, met deze performance weet ik zeker dat we een goed olijvenoogstjaar tegemoet gaan, zegt dit vrouwtje. Je hebt officieel de gymtest gehaald. Ga maar naar de gast in de lobby en dan kan je tegen Katie gaan battelen. Hoppakee, nice. Nou, onze eerste gym badge, als die net zo makkelijk wordt als de gym test, dan gaat het helemaal goed komen. Hallo, ik ben er weer hoor, ik ben er weer. Even kijken, bug types hè. Ja, dan moet ik Charcadet gaan gebruiken. Hallo, ik heb de gym test gehaald meneer. Ben je klaar om Katie de Sugarbug uit te dagen? De gymleader. Ja hoor, ben ik helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Hallo Katie, met je mooie vervillion. Hoe gaat het ermee? Heb je het een beetje naar je zin? Heb je al olijven geoogst? Oh, wat een leuke trainer ben je, zegt ze. Dankjewel voor je olijfrol skills. Dat was echt indrukwekkend. Nou, dankjewel. Blij dat ik goed ben met olijven blijkbaar. Oh, ben ik vergeten om mezelf te introduceren? Vergeef me. Nou ja, ik weet inmiddels dat jij Katie heet. Heb je nou gewoon een spinnenweb op je broek? Zag ik dat goed? Mijn naam is Katie. En ik ben de eigenaar hier van de patisserie Soapberry. Oh, je hebt een winkeltje. Je hebt een winkel en je bent de gymleader. Nou, wat leuk. Carrière aan het maken die Katie. Haar werk is dus om het mooiste gebakjes te maken die het lekker smaken. Oh, bug type Pokémon hiding in foliage. Verstop jij insecten in je eten? Huh? Wat? Ik begrijp je verkeerd, hoop ik, hè? Laten we deze battle maar gewoon gaan doen, Katie. There we go. Ja, ze heeft echt een spinnenweb aan de broek hangen. Of het is een printje. Het is een printje. Laten we het daarop houden. Hey, what up? Nimble. Ook weer een nieuw Pokémon. Een soort van stalen springhaan of zo. Ja, we moeten niet te licht denken over haar bug-type Pokémon, zegt ze. Nee, dat doe ik zeker niet. Ik ga wel alvast terrestrializen. There we go. Oh ja, oh. Maar nu ben ik natuurlijk normal type. Ja, dat is waar ook. Nou ja, maar... Oh, een eiken double kick.
Nee, dit gaat helemaal fout. Nu al. Double kick. Die is natuurlijk super effective op mij. Quaxwell, wil je overnemen alsjeblieft? Daar komt ie, Quaxwell. Die krijgt nog een tikje. Struggle bug. Nou, die kan er wel tegen. Ja hoor. Wing attack. Ja, die zijn ook super effective. Nou, dan doe ik het wel gewoon met Quaxwell. Helemaal vergeten dat zijn type natuurlijk verandert naar normal type. Maar ja, ik had ook niet rekening mee gehouden dat insectje gewoon double kick kent eigenlijk. Dat verwacht je dan niet. Yo, Tarantula, die hebben wij ook gevangen. Die was in mijn team, die heb ik weggedaan. Hij is level 14. Kijk of hij wat kan tegen mij. Ja, Quaxwell is nu natuurlijk wel super sterk nu die geëvalueerd is. Misschien heb ik het mezelf daarmee iets te makkelijk gemaakt. Maar je weet natuurlijk niet met welke Pokémon Katie als laatste komt. Tarantula, die is ook down. Hey, lekker gedaan, jongen. Teddy Ursa. Ja, maar Teddy Ursa wordt dan nu een Bug-type Pokémon waarschijnlijk. Waarschijnlijk gaat zij die terrestrializen en wordt het een Bug-type. What up, Teddy Ursa? Ik ga ook gewoon weer Wing Attack doen, hoor. Nu mijn kleine Pokémon. Kom uit je cocon. Uit je cocon. Teddy Ursa komt toch niet uit de cocon? Mevrouw, wat praat je nou? Ben je ook een beetje in de war? Anyway. Nou, die ziet er wel echt super lief uit. Met dat die soort van voelsprietjes op zijn hoofdie. Super cute. Wing attack! Ah, dit gaat wel makkelijk. Hé, dit is bijna hetzelfde liedje als in Pokémon Sword and Shield. Hij begint hetzelfde. Wat ga je doen? Fury Cutter! En die mist nog ook. Ja, op deze manier is het echt een hele epische gym battle. Baba Teddy Ursa! Mazzel! Leuk dat je je zo hebt ingezet, maar ja. Met Quaxwell ging het toch wel iets makkelijk. Met Charcadet, die had wel wat meer moeite. Die werd bijna in één keer gesloopt. Hé, hey, een Wooper gaat een level omhoog. Oh nee, we hebben je verslagen. Al mijn lieve kleine Pokémon vielen neer als vliegen. Jouw kracht werd sterker en sterker in deze battle. Net als een mooi brood in de oven. Dat vind ik nou hele mooie beeldspraak, Katie. Dat heb je mooi gezegd. En ze voelt dat zij zelf ook even wat sterker moet worden. We krijgen de gym badge. Yay. Yay, de Cortando gym is defeated. Oh, we hebben ook wat gebakjes gekregen. Ik hoop niet dat er scatterbugs in zitten of zo. Nee. Gebakjes met insecten erin zijn niet aan mij besteed. Maar wel heel erg bedankt voor mijn allereerste badge in Pokémon Scarlet. Super cool. Nu we één badge hebben, gehoorzame Pokémon tot level 25 mei. En we krijgen nog een TMPO Pounce. Oh, die move die ken ik helemaal niet. Het is een aanval en daarmee maak je ook je tegenstander langzamer. Dankjewel voor dit alles, joh. En tot ooit. Wie weet zie ik je ooit nog een keer. Oké, bye bye, doei. Oh, mijn telefoon gaat. Nee, Mona belt. Die zegt, hey, Rickachu. Ik moest je gewoon even vertellen dat mijn Pokémon allerlei nieuwe moves leren. Hoe ging het bij de gym? Ja, dat ging hartstikke goed, Nemona. En Nemona zegt, ja, nou, ik wist wel dat je dit ging halen. Vet dat je dit nu aan het doen bent. Ik ben ook hard aan het trainen. En tot later, doei. Laten we eens even kijken waar we nu naartoe moeten. Hier beneden is een gym. Maar Nemona zei dat we ook kunnen gaan kijken wat Arven aan het doen is. En dan zouden we bijvoorbeeld hier naartoe kunnen gaan. Want hij zei in het begin dat we naar het oosten moesten als we hem wilden volgen. Dus ik denk dat we dit gaan doen. Dus ik ben weer even teruggevlogen naar Messagoza. En dan gaan we deze poort uit. En dan komen we in een heel nieuw deel van de map. En dan gaan we in de volgende video kijken wat hier allemaal te beleven is. Knal de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij die video. Mazzel!